Welkom bij een nieuwe aflevering van Goudkort, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben de Edometaal specialist bij Gold Republic. En ik begin deze week even met het volgende. Zoals jullie ongetwijfeld vernomen hebben, is er onlangs een overval gepleegd bij een Edometaal producent in Nederland. Uh, ja, wij werken al ruim tien jaar samen met de mannen en de vrouwen van deze producent. En we kunnen ons niet voorstellen hoe vreselijk uh, deze ervaring voor hen is geweest. Tegelijkertijd zijn we uiteraard ook blij en opgelucht dat er geen onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Het team van Gold Republic wenst alle mensen die zijn getroffen door deze gebeurtenis heel veel sterkte toe de komende tijd. Als laatste willen we onze accounthouders laten weten dat het edelmetaal dat door jullie wordt aangekocht bij Gold Republic altijd geleverd en bewaard wordt in een onafhankelijke professioneel beheerde kluislocatie. Waar het edelmetaal ook ten alle tijde verzekerd ligt opgeslagen. Als volgt uh, denk ik dat het ook goed is om het even te hebben uh, in het kader van nieuws over de rente. Um, want wat zien we gebeuren eigenlijk al jaren? Dat op het moment dat, en ik heb het hier ook al vaker over gehad, uiteraard, dat op het moment dat er een schijn van zou kunnen zijn dat de rente wellicht eventueel in de toekomst iets wordt opgehoogd, dat je dan direct ziet dat, nou, allereerst aandelen, maar ook edelmetalen een neerwaartse trend laten zien. En ik vond het wel heel erg um, treffend dat wij in het interview dat ik samen met mijn collega uh, Alexei uh, heb gehad met Lynn Elden... als je het nog niet hebt gezien, Lynn Elden is een uh, briljant analist die uh, met haar nieuwsbrief tienduizenden, honderdduizenden mensen bereikt. En uh, ja, ook echt, uh, nou ja, ik zou willen zeggen, een superster is op uh, economisch gebied. Dus heb je het interview nog niet gezien? Kijk het gerust even. Maar waar zij, en ik heb daar ook een vraag over gesteld aan haar. Waar zij namelijk naar kijkt op het moment dat zij een investering in fysiek edelmetaal of in edelmetaal in zijn algemeenheid overweegt. Zij zegt eigenlijk, ik zie veel meer correlatie tussen de korte termijn rente en de stijging van Edometaal of de bewegingen van de koersen van Edometaal dan bijvoorbeeld met inflatie. Beide zijn waar, dus er is wel een correlatie met inflatie, maar de correlatie met rente is sterker. Nou, zij geeft dat op de volgende manier weer. Ze kijkt naar de rente van een staatsobligatie. Ze haalt daarvan af. De inflatie en het percentage dat overblijft, Dat neemt zij als indicator voor wat er met edelmetaal zou kunnen gebeuren. Dat is bijvoorbeeld waarom de 1980s, even though they were actually still somewhat inflationary, that was a bad environment for gold. Because they finally had a period of, of, of yields being well above the inflation rate. Whereas, if you look at periods in the 70s, you had these big spikes in inflation where yields didn't keep up. En so you go to like negative 4, negative 5% real interest rates. En uh, dat be these, these huge uh, spikes in gold. Nou, en die discussie over rente. Is een discussie die al jarenlang speelt. En is ook een discussie waar ik denk dat ik misschien nog wat toelichting op kan geven, omdat nou, we zien markten reageren. Op het moment dat er dus die schijn is van een mogelijke rentestijging. Maar waarom reageren die markten zo? Waarom op het moment dat Jerome Powell of onlangs Janet Yellen ook maar enigszins hint naar een mogelijke rentestijging. Waarom zien we dan mensen weer de dollar in vlucht? Waarom zien we dan dat goud, maar ook aandelen uh, ja, eigenlijk direct een correctie laten zien? Nou, dat komt... Denk ik door het volgende. De wereld is in de afgelopen, nou ik zou willen zeggen eigenlijk sinds het loskoppelen van uh, de dollar van goud, in een situatie terechtgekomen waarbij steeds meer schulden zijn opgebouwd. Schulden uh, die gefinancierd moeten worden. Hoe financieren we schuld? Nou dat doen we door rente. Als jij een lening afsluit voor een nieuwe keuken, eh, of eh, voor een auto, of voor wat dan ook. Dan beloof jij dat jij de persoon die jou dat geld leent, dat je die persoon terugbetaalt, nou allereerst natuurlijk het oorspronkelijke bedrag, maar daarbovenop rente. En die rente die staat dus voor eh, het, het, het risico dat ook de uitlener neemt met het verstrekken van die lening aan jou. Niet alleen dat, ja, die wil daar ook voor worden gecompenseerd, want die moet zijn vermogen enige tijd missen. En dat doen we dus door het betalen van rente. Op het moment dat ik gigantische schulden heb, dan is zelfs een heel klein beetje rente vertegenwoordigt een enorme financiële druk op het systeem. Dus op het moment dat de rente stijgt, stijgen ook de lasten voor iedereen die schulden heeft. Nou, en wat is er sinds het loskoppelen van de dollar van goud in 1971 gebeurd met de schulden? Nou, zoals jullie wellicht allemaal, ook mij vaker hebben horen zeggen, die schuldenposities van landen, continenten, personen, bedrijven, die zijn geëxplodeerd. En dat betekent dus uiteindelijk dat op het moment dat de rente ook maar heel klein beetje stijgt dat mensen denken, dit is het einde, want ik kan de rente, ik kan mijn schuld niet meer financieren. Het niet meer kunnen financieren van schulden betekent dat schulden moeten worden nou, afgeschreven. En ja, dat je zou dat kunnen vormen in, in uh, gieten in de vorm van een faillissement. Bijvoorbeeld, ik heb uitstaande schulden, ik kan niet meer aan mijn verplichtingen voldoen, ik ga failliet. Maar de schuldenbergen in de wereld zijn inmiddels zo groot dat de wereld meerdere malen failliet zou moeten gaan, bijvoorbeeld, um, om te zorgen dat al die schulden verdwijnen. Dus wat doen we? We drukken opnieuw en opnieuw en opnieuw drukken we valuta. Dat storten we over de markt om het aanhouden van schulden zo goedkoop mogelijk te maken door het devalueren van die valuta. En een ander, ja, een ander uh, element wat daarbij komt kijken, is dat je jezelf wel in een positie zet, waarbij je zelfs bij die hele kleine stijging van de rente niet meer aan je verplichtingen kan voldoen. En dus stel ik hier de vraag: Als wij zien dat Jerome Powell of Janet Yellen of iemand van de ECB of de Bank of Japan of de Bank of England. Op het moment dat zij aangeven dat zij eventueel mogelijk in de toekomst ergens de rente willen laten gaan stijgen, dan stel ik de vraag: kan dat? Kan de rente stijgen? Nou, ik denk dat het antwoord is: uiteraard, natuurlijk kan de rente stijgen. Maar wat zijn de gevolgen van stijgende rentes? Nou, de gevolgen van stijgende rentes zijn stijgende lasten. Op de uitstaande schulden en uiteindelijk dus mogelijk uh, een faillissement van niet alleen maar bedrijven, maar van landen. En wat heeft dat dan weer voor consequenties? Daar kunnen we achter komen door een stukje in de geschiedenis te kijken. Maar wat veel belangrijker is, is dat niet één centrale bankier verantwoordelijk gehouden wil worden voor die consequenties. En dat betekent dus dat zij eigenlijk feitelijk praktisch de rente niet kunnen laten stijgen. Tegelijkertijd zien we, zegt ook Jeroen Drost van SAV, dat de inflatie blijft oplopen. En nou, Jeroen Drost van SAV is niet zomaar een, een topman, want SAV is een conglomeraat waarin allerlei bedrijven allerlei dingen produceren. En ja, ik heb het al een aantal keren genoemd hier, dat die inflatie echt begint op te lopen. Ja, hij vreest, zo kunnen we lezen in het financiële dagblad, voor een, in, voor een heuse inflatiebom. Nou, dat is nogal wat, komend van iemand die uh, nou, aan het roer staat van zo'n grote organisatie. En ik denk ook dat uh, uh, deze man er niet heel ver vandaan zit. Want als we kijken naar dus één. De onmogelijkheid om op een significante manier de rente te laten stijgen zonder dat dit enorme consequenties heeft met de enorme hoeveelheden valuta die zijn uitgestrooid over de maatschappij en ook niet alleen wat tot nu toe is gebeurd, maar ook de belofte van centrale banken om dit te blijven doen. En om ook eigenlijk te kijken, moeten we misschien niet nog meer doen? Dan kom je dus in een totaalplaatje terecht waarbij die inflatiebom zomaar eens tot ontploffing zou kunnen komen. In de tussentijd zullen centrale bankiers, ministers van Financiën, euh, nou, misschien het Internationaal Monetair Fonds, die zullen ongetwijfeld nog wel hier en daar aangeven dat er mogelijk in de toekomst misschien een keer iets met die rente moet gebeuren. En de kans is groot dat financiële markten dan toch weer blijven reageren zoals ze nu ook reageren. In de tussentijd, wat zien we dan? Nou, we zien in de tussentijd wel dat goud bijvoorbeeld weer door die nou, toch wel significante en ook belangrijke grens van 1900 dollar per ounce is um, gegaan. En we zien ook zilver in waarde stijgen. We zien nou, na een hele stevige correctie ook dat uh, een aantal van de cryptocurrencies weer opveren. Uh, en waar heeft dat dan mee te maken? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met monetair beleid door centrale banken, dat heeft natuurlijk te maken met fiscaal beleid van de overheden. Er is in Nederland ook weer aangekondigd dat er een extra stimuleringspakket uh, zal worden nou, uitgedeeld. Tegenover al die valuta staat. Weinig tot geen productie. En je zou dus ook kunnen zeggen: die onmogelijkheid om de rente te laten stijgen, omdat de wereld zulke enorme schulden ondervindt, op de balans heeft staan, die zorgt er uiteindelijk ook voor dat er nog maar één route overblijft om van schulden af te komen. Namelijk door ze waardeloos te printen. Goed. Ik vond het toch belangrijk om, uh, om, dat even uitgebreid, om daar even uitgebreid bij stil te staan. Want natuurlijk, hè, wij zien ook bij al die rente, mogelijke renteindicatoren, bewegingen van Edelmetaal. Tegelijkertijd heel treffend dat ik ook die, uh, die vraag kon stellen aan, aan die briljant analist Lynn Elden. Uh, nogmaals, kijk even naar dat interview, want het is echt, nou ja, het is een briljant analist. Um, en ik denk dat, uh, uh, dat het misschien ook voor de kijker interessant kan zijn om te weten wat de dynamiek is tussen één rente en, en ook uh, schulden, maar natuurlijk ook rente en de koersen van edelmetalen. Ik denk dat we als we kijken naar de koersen van Edelmetaal, dat we een prachtige uh, tijd, uh, nou prachtige periode achter de rug hebben. Natuurlijk, ik gunnen al onze accounthouders altijd het allermooiste rendement wat ze kunnen krijgen. Uh, nou ja, ik kan, uh, net zoals uh, alle andere mensen, helaas niet in de toekomst kijken. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Wat vaststaat natuurlijk is dat het één, nu een hele, hele spannende tijd is. En ja, ik vermoed dat het nog wel eens een hele spannende tijd ook kan gaan worden. Ik dank jullie allemaal weer voor het kijken naar deze aflevering van Goudkoorts. Als je dit nou een leuke uitzending hebt gevonden, like hem dan even. Heb je vragen of een opmerking hieronder in de comment section? Ik probeer altijd zelf ook even te reageren. En natuurlijk ook dank aan al die mensen die soms elke week ook eventjes een reactie achterlaten. Daar ben ik ontzettend blij mee. Vandaar dat ik het ook erg belangrijk vind om altijd zelf even te reageren. Um, nou, als laatste, ben je nog niet geabonneerd op het YouTube-kanaal van Gold Republic? Dan zijn wij daar heel erg blij mee als je dat wel zou willen doen. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om weer elke week. Uh, meerdere mooie vormen van content aan jullie te kunnen presenteren. Tot een volgende aflevering van Goudkorts.